Dagbeste vrienden in de hier. Vandaag 1 november, maandag, viert de kerk het hoofdfeest van de Allerheilige. Het is een belangrijk feest in onze kerk, voor ons, omdat wij herdenken alle heiligen. Normaal gezien vieren wij in gedachtenis van heiligen, in feest van heiligen. Hier zijn zij verzameld om voor ons echt dat voorbeeld van heiligheid te laten zien en ook dat verlangen opwekken in ons hart. Heiligheid is niet bijzonder in de zin dat alleen voor een paar mensen is. Heilig zijn is voor ieder van ons in waar dat die mogelijk is. En God verlangt dat en God doet dat werk van heiliging in ons door zijn heilige geest en door de aanwezigheid van hem in ons. Vragen wij zijn bijstand op dit moment met de lezingen, zodat wij het woord van God laten ons heiligen, ook in ons zuiveren en openmaken van hart. Dan de eerste lezing komt uit het boek Apocalyps. Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de ophang der zon met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie macht gegeven was, schade toe te brengen aan de aarde en de zee. Brengt hij schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de dienstknechten van onze God met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben. En ik vernam het aantal getekenden. 144.000 waren er uit alle stammen, van de kinderen van Israël. Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in hun hand. En zij riepen allen luid aan onze God, die op de troon is gezeten, en aan het lam behoort de overwinning. En al de engelen stonden rondom de troon, de oudste en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon, en zij aanbaden God, zeggend: Amen. Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank, eer en macht en sterkte aan onze God in de eeuwen der eeuwen. Amen. Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei: Wie zijn dat in de witte gewaden en waar komen zij vandaan? Ik antwoordde hem: Heer, dat weet hij. Toen zei hij: Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het lam. Dan, we kregen hier in deze lezing een visioen, dat is een heel gewoon beeld bij dat boek. En deze visioen heeft voor ons een voorbeeld van de heiligen, van deze immens aantal van heiligen in de hemel die God al aanschouwen. En voor ons, wat kunnen wij vanuit deze lezing brengen voor ons leven hier op deze aarde? Dat ja, de hemel is in zekerheid, in werkelijkheid, maar het is voor de toekomst, aan één kant, maar het is ook al levend in ons hart. En wij zien hier drie punten die ik wil bespreken met u, is deze bescherming van de Heer. De Heer tekent zijn dienstknechten met zijn zegel. Hij tekent ieder van ons, omdat wij ieder gedoopt zijn dienstknechten van de Heer. En daarna zien wij deze genade van aanschouwen van het lam op de troon. En deze twee kenmerken van degenen die daar stonden, in wit gewaden en palmtaken in de handen. Wit, deze kleur, betekent zuiverheid. Dan in waar van heiligheid is in waar van zuiverheid. In zuiverheid bedoel ik hier heel breed. Dat betekent iets met God kiezen om alleen Hij onze God. Zoals gisteren we hebben ook in de lezing gezien. En daarna deze palmtaken in de handen, dat is de lof.
En hoe belangrijk is elke dag tijd maken, moeite doen om God te loven? God loven zuivert ons hart, heiligt ons hart. En op het eind zien wij dit andere punt. Zij hebben hun gewaden wit gewassen in het bloed van het lam. Dan, het is een andere uitleg voor deze kleur wit. En dat betekent het offer van ons leven. Degenen die daar zijn, zijn degenen die hun leven helemaal aan God hebben gegeven. Zonder voorwaarden, zonder bepalingen, zonder conditie. Maar met een groot vertrouwen. En dat is een weg van heiligheid. Dat is echt een weg die ons naar de wil van God meer en meer brengt. Met een grote vreugde, met een grote zekerheid. God leidt ons. En daarna zien wij de Psalm 24. Een God hoort de aarde en al wat erop is, de aardscheef en al wat daar woont. Want hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee. Wie zal beklimmen de berg van de Heer, wie in zijn heiligdom staan? Die rein is van handen en zuiver van hart. Zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. Hij zal door de Heer gezegend worden, beloond door God zijn verlosser. Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem. Dat staat voor het aanzijn van Jacobs God. Dan wij zien deze genade van overeenkomst hier tussen handen en hart. Die rein is van handen en zuiver van hart. Dat betekent deze authenticiteit. In zijn voorbeeld van leven straalt dat uit. Hij was één persoon met wens en met daden, met woorden en met getuigenis. En dat is wat ook deze vers voor ons toont. En dat is een getuigenis van goedheid ook. Zijn zinnen niet zet op wat kwaad is. Als wij deze authenticiteit beleven in onszelf, deze eenheid in onszelf beleven, dan kunnen wij ook een getuigenis hebben van goedheid, van heiligheid. Daarna de tweede lezing. Vandaag krijgen we een tweede lezing uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3. Vrienden, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft? Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet, omdat zij hem niet heeft erkend. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God. En wat wij zullen zijn, is nog niet geopenbaard. Maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan hem gelijk zullen zijn, omdat wij hem zullen zien zoals hij is. Wie zulk een heil van God bewaart, maakt zich rein zoals Christus rein is. Dan wij zien in deze lezing nogmaals dat woord rein. Die komt voortdurend terug in de eerste lezing, in de psalm en ook in deze tweede lezing. In de eerste lezing komt niet het woord rein, maar wel de kleur wit. En deze reinheid hier komt ook van de hoop. En de heiligen zijn voorbeelden van mensen die soms een leven lang op God alleen hebben gehoopt. En die de beloning hebben in de hemel ontvangen, niet als in ere, maar nee, als in dienst. Als zij in de hemel komen, is het om voor ons te bidden, om voorsprekers te zijn van onze intenties en noden, die wij uitspreken en die wij soms niet uitspreken. De heiligen kiezen ons, de heiligen zijn ook degenen die ons brengen, kort bij en kort bij naar God. En op het einde zien wij het evangelie volgens Matthäus 5, de zaligsprekingen. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus. Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Salir de Barmartihan, wann Seesulan Barmartihet und die Winde. Salir de Zeuvran, wann Hart, wann Seesulan Hotzin. Salir de Vredebrenn, wann Seesulan Kinder, wann Hot genannt worden. Salir de verfolgt worden, um der Gerechtigkeit, wann Hüm behoort het Reich der Himmel. Salir seid He, wann ihr mich beschimpft, verfolgt, in lasterlijk van allerlei kwaad beticht, om mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Nou, dit evangelie voor ons is echt een groot voorbeeld van aanvaarden en dragen. Alles dat hier wordt benoemd, de situaties van armoede, van lijden, van vervolging. Dat zijn situaties die wij meemaken. Het leven is omdat wij mensen zijn en niet eeuwig zonder pijn kunnen leven. Maar ook het lijden en de offers die wij soms moeten dragen voor de verkondiging van het woord van God. Als missionarissen, als gedoopten, als getuigen van Christus' aanwezigheid in ons midden. En de weg van heiligheid is niets anders dan dat dragen, dat aanvaarden. En de Heer vraagt ons echt deze genade van hoop door deze lezing. Hoe meer wij hopen dat wat wij meemaken in grotere betekenis zou hebben, hoe meer zullen wij ons toevertrouwen aan God, ons helemaal geven aan God, zonder bepalingen, zonder condities. En het is ook wat deze lezing belooft op het einde. Heugt u en jeugd, want groot zal uw loon in de hemel zijn. Dan de weg van de heiligheid is niets anders dan wat wij beleven in ons leven. Maar het heeft meer te maken hoe wij het leven dragen. Hoe wij het leven beleven. Hoe wij het met de Heer willen en proberen te beleven. En dat is een weg van heiligheid, want de Heer staat ons altijd bij. Hij laat ons niet los. Hij laat ons niet zo verwaarloosd. En we kunnen vandaar de voorspraak van alle heiligen vragen, maar misschien hebt u een geliefde heilige, u mag ook zijn voorspraak vandaag in het bijzonder vragen. En wij vragen aan Maria, de koningin van de heiligen, haar voorspraak over ieder van ons, over de kerk, over de wereld, over de mensen die nood hebben aan ons gebed ook. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel en zalig hoofdfeest voor u. God zegen u.